Toen de eerste beelden van deze gefeestliefde via het Punto bekend werden, maakten de meeste mensen zich erg druk om de neus. Er werd niet echt positief op gereageerd. En ik begrijp dat wel, hoewel die het echt niet zo erg is als op de foto hoor. Maar het belangrijkste nieuws is niet de neus, het is wat er in de neus zit. Compleet nieuwe motortechniek, multi-air. Daar gaan we het vandaag over hebben. Oké, multi-air dus. Een 1.4 in dit geval. Nou, wat is multi-air? Dat is een gloednieuwe motortechnologie ontwikkeld door Fiat Powertrain. En de Alfa Mito had de primeur, maar al heel snel volgde deze Punto met dezelfde motor. En wat doet het multi-air nou precies? Misschien kunnen jullie me een uitleg herinneren bij de Honda ST1000, waarin ik heb verklaard hoe VTEC werkt en hoe de kleppen dan variabel zijn. Nou, multi-air trekt dat veel verder door. In plaats van dat de kleppen kunnen variëren in de lengtetijd, kunnen ze ook variëren in wanneer ze opengaan, hoe lang ze opengaan. De klep kan volledig onafhankelijk worden aangestuurd. Dit gebeurt elektronisch. De nokkenas is een soort elektronische schakelaar tussen die weer een zuiger bedient, waardoor de klep wel of niet open gaat. En zo kan je het brandstofverbruik idealiseren. Nou, ik moet zeggen, in het begin viel de motor me wat tegen. Vooral de bite onderin, daar had ik toch veel van verwacht. Hè? Het is een atmosferische motor, maar juist door dat nieuwe klepsysteem moet hij al heel vroeg kunnen oppakken. En ik miste een beetje pit erin, dat zat er maar niet in. En dat heeft bijvoorbeeld de 1.4 VTI. Die motor kennen we uit Peugeot, Citroën en de Mini One, dat 1.4'tje. Die heeft veel meer pit dan deze. Dus ik dacht echt van, nou jongens, dat had veel beter gekund. Maar dan rij je wat langer en wat blijkt nou? Dat ligt meer aan de respons van het gaspedaal. Je moet het gaspedaal heel veel indrukken om een gasrespons te krijgen. Dat ligt dus niet aan de motor, maar aan de setting die Fiat heeft gekozen. Gaspedaal versus gasrespons. Die had scherper gemoeten. Want, ga ik bijvoorbeeld dit proberen. We gaan remmen. Ik zet de motor in zijn 6, dus een 6-bak. En ik ga naar 35 km per uur nu. De motor die draait 800 toeren. Heel weinig, in de 6. En ik geef gas. Nou, het gaat niet snel, maar hij pakt hem gewoon op hoor. 50, we gaan langzaam naar 1400, 1500 toeren. Zonder ook maar een spoortje van weerbarstigheid, pakt dat kleine 1.4'tje hem gewoon op vanaf 800 toeren. In de 6. Nou, dat zegt wel veel hoor. Dat die motor zich zo kan aanpassen, dat je dan zonder problemen toch gasrespons hebt. Dus deze motor doet bij lage toeren erg goed. Maar hoe zit het met de hoge toeren? Ja, hij blijft tot helemaal bovenin, blijft hij lekker pittig. Lekker geluidje ook. Ja, en je kan behoorlijk wat vaart maken. Ook bovenin een prima blok. Dus eigenlijk over de hele linie doet hij precies wat hij moet doen. Het is alleen die kunstmatigheid in het gaspedaal die dat wat verbergt. Zonde eigenlijk, als Fiat daar nou wat aan zou doen, dan zou het een nog betere motor zijn. Of hij eigenlijk zou die meer tot zijn recht komen. Dan nog even los van de motor. Gewoon de Punto Evo, hoe bevalt hij? Het is een beetje een verhaal van maar stiekem. Zo rijdt hij niet zo scherp als een Ford Fiesta, vooral bij de turn-in, die mag wel een stukje scherper. Maar stiekem ligt hij beter in de bocht als je heel veel snelheid hebt. Denk aan klaverbladen en zo, want de Fiesta helpt te veel over. En die motor die is wel niet zo goed als zo'n VTI, maar stiekem wel een heel goed 1.4'tje. Nou, het interieur, dat vind ik niet eens stiekem. Dat is misschien wel het mooiste interieur in deze klasse. Het is een beetje persoonlijk natuurlijk, je moet ervan houden dat dat glimmende zwarte. Maar ik vind het mooie materialen. Een Polo is ook mooi, maar wat saaier. En de Fiesta is wat frisser, maar niet zo mooi afgewerkt. Comfort, ja, in orde. Hij dribbelt wat op zijn dempers. Dat hebben die Fiatjes wel vaker. Zo'n Fiat Bravo heeft dat ook. Maar het totaalpakket, dan zou je kunnen zeggen dat hij allerlei tweede en derde plaatsen pakt op allerlei onderdelen. En de auto die heel veel tweede plaatsen pakt, is vaak wel een van de beste in het totaal. Gaat me wat ver om dat te zeggen, maar hij staat wel heel hoog bij mij, deze Punto Evo. Ik vind het weer duidelijk inderdaad een geëvolueerde versie die beter is dan de vorige. En daardoor een relatief gunstige prijs heeft, want ontwikkeling is er wat uit. En is het een leuk autootje hoor, dit. Hij ziet er ook leuk uit. Ik heb wel wat met deze Fiat.